Interpol kwam deze week met een campagne om 22 onbekende, vermoorde vrouwen weer een naam te geven. Wie zijn die vrouwen? In our home countries, in Duitsland, België en in Nederland, several women and girls were found murdered. En we weten niet eens hun namen. Depuis des années, nous ne savons pas qui elles sont. Alsjeblieft, bekijk de gezichten van deze meisjes. Zou het jouw verloren vriendin kunnen zijn? Ihre verschwundene cousine, ihre collegin. Votre patiënt, votre voisine of votre collègue disparu subitement. You can help them. Sie kunnen ihnen helpen. Vous pouvez les aider. Geef deze vrouwen hun identiteit terug. Laat deze meisjes niet vergeten worden. Forensisch regisseur Carine van Leven, indrukwekkend spotje trouwens, dit. Mooi, van een cold case team in Amsterdam is nou betrokken bij deze actie. Je hebt ook dit boek geschreven over deze zaak, Onbekend maar niet vergeten. Hoe een forensisch regisseur onbekende doden identificeert. Waarom is dit zo belangrijk? Nou, het is om een aantal redenen ongelooflijk belangrijk. Ten eerste omdat iedereen recht heeft op een naam. Deze vrouwen die liggen ergens begraven in een naamloos graf met een nummer. Het is een dossiernummer, dus we weten niet hoe ze heten. Dus het is sowieso voor henzelf, vind ik het heel belangrijk, omdat hun verhaal verteld moet worden. Want als je geen naam hebt en we weten je verhaal niet. Ik kan nu alleen maar vertellen hoe ze dood zijn gegaan. Ja. Ten tweede is natuurlijk voor de nabestaanden, deze onbekende vrouwen hier, die worden ergens op de wereld gemist en vermist. Die moeten gewoon weten wat er met die vrouwen gebeurd is. Die kunnen dit nu niet afsluiten, want vermist is erger dan dood. En ten derde natuurlijk, ja, als ze niet weten wie het slachtoffer is, gaan we ook de dader niet vinden. Dus het is om een hele hoop redenen heel erg belangrijk. En ik vind ook het fenomeen dat er onbekende doden zijn, dat mag ook wel wat meer aandacht krijgen. Ja. Het gaat specifiek om vrouwen in dit geval. Want? Nou, we hebben daar nu voor gekozen. Het is voor het eerst dat we deze samenwerking hebben internationaal met Interpol, met Duitsland en met België. Het initiatief komt uit Nederland. Dus we hebben ook besloten van ja, dan moet je ook een focus hebben. Dus we kiezen een groep die de aandacht verdient. En alle onbekende doden verdienen de aandacht. Maar daarom hebben we nu om te beginnen deze groep vrouwen uitgekozen. Om daar nu alle aandacht op te vestigen. Het zijn vrouwen en meisjes die vaak onder echt verschrikkelijke omstandigheden om zijn gekomen. Ik bedoel, het is zondagochtend, maar als je het leest, heel vaak ontbreekt het hoofd, om maar wat te noemen, of de vingers. Omdat een dader dan expres er zijn best voor heeft gedaan, of haar best, maar meestal zijn, denk ik, om de vrouw onbekend te laten zijn. Klopt, het zijn inderdaad gruwelijke details altijd, maar zeker op zondagochtend. Maar als ik kijk, alleen al, er zijn 9 Nederlandse zaken bij. Er zijn in ieder geval 3 vrouwen bij waar we geen hoofd hebben. Dus we kunnen ook geen gezichtsreconstructies laten zien. Er is echt heel veel moeite gedaan om die vrouwen onherkenbaar te maken. Vingers zijn afgeknipt, handen zijn weg, zodat we ook geen vingerafdrukken kunnen nemen. We hebben ook het idee uit ervaring met zaken waar we wel de slachtoffers geïdentificeerd hebben, dat ze misschien ook bewust ergens anders zijn achtergelaten dan waar ze vandaan komen. En dat is ook het belang van dat internationaal aandacht vragen. In Amsterdam hadden we meer dan 100 onbekende doden. En in de afgelopen jaren is het gelukt om 41 daarvan te identificeren. En er komen er maar 4 uit Nederland. Ja. Dus deze internationale aandacht is echt ongelooflijk belangrijk. En ik hoop succesvol. Ja. Je zei het tegen ons van tevoren, het gebeurt veel vaker dan je zou denken eigenlijk, hè? Vrouwenmoord. Je hoort het uit andere landen dat het een groot probleem is. Maar in Nederland is dat relatief onbekend, zei jij. Dat het hier ook gebeurt. Het is inderdaad met name onbekend, want Nederland scoort eigenlijk dus heel slecht of heel goed, heel hoog. We hebben een heel hoog aantal vrouwen die in wat wij dan noemen in de relationele sfeer of in de huiselijke sfeer, wat ik een heel fout woord vind, want huiselijk klinkt heel gezellig, maar die in een relatie door een partner of door een ex-partner worden omgebracht. Dus het gebeurt veel vaker dan we, denk ik, ook benoemen. Hè? Want het woord femicide, dat begint eigenlijk nu pas een beetje in te komen. In Spanje is daar bijvoorbeeld, waar het cijfer veel lager is, zijn de vrouwen ook massaal in opstand terechtgekomen. Ja. En in Nederland, ja, ook bij de politie wordt het niet als zodanig vastgelegd. Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, als je identiteit niet bekend is, dan sta je helemaal niet. Ja, dus daarom hebben we bijvoorbeeld ook niet echt een goed beeld over hoeveel onbekende doden gaat het nou in Nederland, hoeveel onbekende doden vrouwen. Want als je geen naam hebt, dan besta je nergens meer, ook niet bij het statistiekbureau. Bizar, hè? Jij zei, sommige zaken zijn me meer bijgebleven dan andere. Eentje, over een koffer in Amsterdam, begrijp ik, zei dat was ook weer zo'n typisch hele gruwelijke zaak. Wat kan je er meer over vertellen? Nou ja, het is eigenlijk, kijk, alle zaken verdienen de aandacht, maar ik heb nu ook gemerkt in de campagne het moment dat je wat kan laten zien in de media, krijgt dat natuurlijk de meeste aandacht. Ja. Dus we hebben een zaak van een vrouw die is in Amsterdam in een kliko-bak gevonden, die is doodgeschoten. Maar daar hebben we een hele mooie gezichtsreconstructie gemaakt, deze dame. En die heeft wereldwijd, dat is tot in Amerika is dat getoond en ook in Engeland enorm veel aandacht. Maar er is een andere zaak uit 1992 waarin eigenlijk op de kade, dat is het eerste wat de aandacht trekt, daar liggen twee handen met afgeknipte vingers. Mm. Dat blijkt van een vrouw te zijn. En in de loop van de dagen daarna wordt een deel van haar lichaam in een koffer gevonden. Haar hart is apart bijgevoegd. Haar andere lichaamsdelen worden voor een deel teruggevonden. Dan denk ik, ja, die heeft alle aandacht nodig. Want behalve dat we willen weten wie ze is, maar wie heeft dit gedaan? Als diegene nog losloopt, volgens mij moet die heel snel vastgezet worden. En ik vind het dus jammer dat zij niet zoveel aandacht krijgt. Maar het bizarre is ook dat we daar bijna niks van kunnen laten zien. Ik kan een foto van de koffer laten zien. Waar maar ze meer niet natuurlijk. Verder hebben we niks. We hebben geen hoofd van haar. Ik heb geen gezichtsreconstructie. Haar graf is er niet meer. Kan je dan toch wat met de technieken van nu? Kan je dan, ik weet niet, DNA-achtige dingen die je altijd in CSI en zo ziet. Is dat nu meer? Want jij loopt ook al een paar jaar mee. Ja, ik loop gelukkig al een paar jaar mee. Nou, dat is wel het mooie. En dat is ook heel mooi van deze periode van de campagne. Heel veel van die zaken die stammen uit de jaren 90. Maar gelukkig hebben we vaak nog wel heel veel lichaamsmateriaal van de slachtoffers. Waarmee we natuurlijk veel meer kunnen. Bijvoorbeeld met DNA, wat we veel meer kunnen en mogen. Dus ook die vrouw in de koffer weten we nu uit haar DNA dat ze in ieder geval uit West-Europa moet komen. Dat ze een blanke huidskleur heeft, waarschijnlijk blauwe ogen en blond haar. We weten van stukjes haar. Dat weet je van DNA-materiaal uit de delen die je wel hebt. Maar wat we bijvoorbeeld met haar niet kunnen doen, wat ik heel jammer vind, wat we met andere zaken wel konden, dat is het isotopenonderzoek. Wat is dat? En isotopenonderzoek is eigenlijk, je bent wat je eet en wat je drinkt. Dus als je nu een aantal weken op vakantie gaat naar Azië of een ander land, een ander werelddeel, dan eet je daar het eten, je ademt de lucht in, je drinkt het water. En de chemische elementen, bijvoorbeeld zuurstof, strontium, lood, dat is daar anders dan in Nederland bijvoorbeeld. En dat kan je dan 30 jaar later in zo'n lichaam wat zo verminkt is, alsnog als je dat lichaam nog hebt. En dat is natuurlijk het graf van deze vrouw, waar ik alleen de koffer van kan laten zien. Dat is er niet meer, dus we hebben geen lichaamsmateriaal van haar. Maar soms is er bij het Nederlands Forensisch Instituut toch nog iets waar we dat mee kunnen. En dan kun je bijvoorbeeld vaststellen, en dat is voor ons onderzoek heel erg belangrijk, is zij in de periode voordat ze overleed, was zij toen in Nederland, of kwam ze net uit Oost-Europa, of kwam ze uit Azië. Dus, en dat kunnen we bij haar niet meer, maar we hebben wel zoveel mogelijk informatie verzameld. Mm-hmm. En ja, ik hoop absoluut dat nu met deze campagne toch iemand denkt, nou ja, of die koffer komt me bekend voor. Maar vooral ook, ik ben iemand kwijt die mij naligt, hè, iemand waar ik biologisch aan verwant ben. Die is ook in die periode verdwenen. Misschien wel in Amsterdam, maar ik weet het niet zeker. Maar ik hoop toch dat die mensen zich melden en dat ze bereid zijn om DNA af te geven. Want daar doen we geen gekke dingen mee. Dat leggen we ook helemaal uit, wat we daarmee doen. Maar dan kunnen we wel een aantal onbekende doden weer een naam geven en thuisbrengen. Jij hebt ook meegemaakt, dat het lukt om iemand te identificeren. En dat je dus mensen kan vertellen, we hebben je dochter of je zoon of je broer of je gevonden. Ja. Hoe is het om dat te doen? Ja, nou, ik weet nu inmiddels, ik weet niet hoeveel tijd jullie hebben, maar ik heb natuurlijk 41 verhalen, omdat we 41 mensen geïdentificeerd hebben. Eentje. Ja, kijk, wat ze allemaal gemeen hebben is, hè, want de vraag wordt heel vaak gesteld van, ja, hoe kan het nou? Die mensen moeten toch ergens gemist worden, dus waarom melden ze zich niet? Ja, dat kan dus niet altijd. Als jouw zoon uit Brazilië weggaat en die komt niet meer terug en jij gaat in Brazilië in een dorpje naar de politie, ja, die gaan echt niks doen. Nee. Dus dat is al heel lastig om dat te bereiken. Maar je ziet, wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze gemist worden. Ook na 20 of 25 jaar. Je ziet dat het een enorme impact op die families heeft. Want mensen willen niet verhuizen. Want als hij of zij thuis komt, dan weet ze niet meer waar we wonen. Ah, okay. In families waar meer kinderen zijn, is nog maar 1 kind. Dat is het vermiste kind. Maar ook allerlei praktische zaken. Een hypotheek loopt door. Een salaris van iemand die vermist wordt, dat stopt. Dus hoe ga je dat doen? Je kan die verzekeringen niet stopzetten. En, dus mensen lopen tegen enorm veel. Dus het is cruciaal om te vinden wie die mensen zijn. Het is absoluut ongelooflijk belangrijk. Dus ik hoop echt dat iedereen op die sites gaat kijken en ook nadenkt. Ook al is het 20 jaar geleden dat je iemand kwijt bent geraakt, waar je aan verwant bent. Je hebt geen DNA afgegeven, kom het alsjeblieft afgeven. Ik heb nog één dingetje. Want nou, je hebt ook trouwens andere boeken geschreven, ook spannende boeken, non-fictieboeken, waarin je heel veel dingen kwijt kunt. Nee, dan kan je wel elke zaak oplossen, om wat te noemen. Ja, ik las nog één dingetje wat ik heel leuk vond. Die zei van, ik heb een gruwelijk beroep eigenlijk, maar ook weer niet. Het is een spannend beroep. Maar daardoor kan ik zo genieten van alle kleine dingen in het leven. Dat vond ik zo mooi. Dat jij zei, ik word er helemaal niet somber van. Sterker nog, als iemand mij vertelt dat er meer, ik noem wat, ijsvogels gesignaleerd zijn, is mijn dag weer goed. Is dat de compensatie? Ik denk wel, kijk, ik zit natuurlijk wel aan de rafelrandjes van de maatschappij, wat ik zie. Alles wat niet goed gegaan is. Ja, rafelranden. Ja. Rafelranden. En ik heb ook niet zo gauw, of misschien helemaal hoop ik niet meer, een oordeel over iemand wat hij doet. Omdat niemand op zijn verlanglijstje heeft staan om vermoord te worden of om onderweg naar Europa te verdrinken en dan als onbekende doden aan te spoelen. Maar dat maakt wel ook dat je je ook realiseert, ik had daar ook kunnen eindigen. Ik had ook in die koffer kunnen zitten. En dat klinkt misschien heel raar, maar dat is echt zo. Iedereen kan het overkomen. Dus je gaat ook veel meer waarderen het leven wat je leidt. Maar ook die kleine dingen in het leven. Ja, ik denk dat ik meer waardering heb voor al die, nou ja, het flipflap vlindertje wat weer gezien is. Ja, maar dat is wel heel mooi. Ja. Weet je, je kan altijd met moord en doodslag bezig zijn. Maar je moet natuurlijk niet vergeten dat er ook een hele andere wereld is. Goede les voor ons misschien om met z'n allen ook minder te mopperen over die kleine dingetjes die er niet goed gaan. Oké, dankjewel. Dank jullie allemaal.